Heel kort samenvat. Zeker. We kennen nog wel de voorbeelden uit de jaren 30. Hè? Dat de uh, defensiebudgetten omhoog gingen in de jaren 36, maar in 1940 was er nog eigenlijk niks. Ja, dat zien we nu ook weer gebeuren. En ja. eigenlijk moet je even terug naar de basis. Defensie is cruciaal voor onze veiligheid en onze toekomst. En als je die gaat aansturen als een speedboot van dan even het gas dicht en dan weer het gas open. Gas dicht is niet zo moeilijk. Het gas open wel. Wat je dan wat krijgt, duurt heel lang. Dus je moet eigenlijk terug naar de basis en denken: hoe kunnen nou Defensie op termijn op een veel consistentere wijze gaan aansturen? En veel meer uh, vastheid uh, daarin uh, brengen. Want niet alleen is dat handig voor je materieel, maar het kost ook veel minder geld van capaciteit die je. Stopzet, die leveren heel weinig op. Capaciteit die je moet opstarten, zeker als je nieuw bent, kost met geld. Maar dus dan is de conclusie gerechtvaardigd. Het probleem is nu niet geld, maar vooral de uitgave van geld met een goede bestemming. Ja, zeker. En daarom is het best wel te begrijpen dat je aansluit bij bestaande programma's, hè, zoals je met de Reaper en de F35 en het personeel. Maar dat zijn wel laaghangend fruit. Wij gaan vastlopen op dit soort dingen, dat je Europees niet op de eerste rij staat. Beschrijf dat is. Wat er gebeurt? Hoe gaan we daarop vastlopen? Nou ja, als voor, stel dat Duitsland de Paselbieters wil gaan vervangen, wij willen het ook. Moet je even zeggen dat is een dat is een kanon hè, wat nu wordt uh, gebruikt in. ja, ja, ja. Uh, die, ja. ja. Oekraïne, wij hebben ze uit onze voorraad geleverd ja. aan Oekraïne. Uh, de granaten moeten ergens worden gemaakt. Er is nu geen productslijn die de granaten maakt. Dus je moet ze uit de voorraad halen. De Pansgebietsen zelf moet worden gemaakt uit een productslijn. Die productlijn bestaat er nu niet. Het is nu al een jaar of dat je überhaupt die productielijn hebt. En dan moet je nog eens die dingen gaan maken. En dan moet je nog eens gaan afnemen. Dus je bent echt vijf tot tien jaar verder voordat je zo'n capaciteit terug hebt. Dus wat je nu uitleent, ben je inderdaad de komende vijf tot tien jaar bij je kwijt. En in de tussentijd kan Poetin wel zijn gang gaan? Nou, het enige wij... goede nieuws daarbij is... is dat Poetin zo snel door zijn materieel gaat... en met name door zijn mensen gaat... Hè, dat hij ook jaren nodig heeft om het weer een beetje op poten te krijgen. Je stort voor het probleem eigenlijk. Maar Poetin is niet de enige dreiging die we hebben. In de wereld zijn meer dreigingen. Dus daar moeten ze goed over nadenken. Nogmaals, terug, hoe sturen wij met z'n allen defensie aan? Dat moet echt even anders. Maar neem ons even mee. Welke keuze hebben we nog niet gemaakt... en moeten we samen aan de vooravond van? Nou, het gaat niet zozeer om keuzes maken, maar meer om consistentie van beleid. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt, uh, ik heb geen marine luchtvaartdienst meer. Maar vijf jaar later kom je erachter dat is eigenlijk toch wel bezig. En dan denk je, wat hebben we fout gedaan? En wat zien we? Bijvoorbeeld bij die hele grote bezuiniging van 2011 gaan we niet na vijf jaar even kijken. A, leeft het wel het geld op en B is het nog wel slim. Dus we hobbelen maar door. En terwijl we eigenlijk onze koers niet wijzigen. Terwijl alle rapporten erop wijzen dat misschien toch de koers even gewijzigd moet worden. Wij, en dat doen we niet goed. Wij evalueren niet wat we zelf doen. Dat is één. En het tweede is: een onderzeeboot, ja, die, die kun je bestellen, maar die heb je 20 jaar. Ben je bijna bezig dat je hem hebt. Dan moet je hem ook 40 jaar in de vaart houden. En ja, dan kun je niet zeggen.